niet het risico moeten lopen dat straks woningen onfinancierbaar worden. Dan krijgen we echt een groot probleem in Amsterdam. Wij vinden dat die criteria door Amsterdam overgenomen moeten worden. En wij vinden dat niet alleen omdat de banken dat vinden. Wij vinden dat ook omdat de duidelijkheid voor de huizenbezitter daarmee vergroot wordt. Meneer de voorzitter. Meneer Mulder. Gaat u goed. Nu komt de liberale aap uit de mouw. De banken hebben momenteel als beleid dat als jij 1.000 euro achterstand hebt bij het betalen van een hypotheek, hebben de banken uitgerekend, dan is het goedkoper voor hen om je huis uit te sturen, dat huis goedkoop te verkopen op de markt. In plaats van dat zij dat bij moeten schrijven bij hun dubieuze debiteuren. In 2008 hebben wij nog enkele andere voorbeelden gezien van hoe banken hechten aan consumentenbescherming. Hoe zij onze maatschappelijke systemen in willen richten en wat voor gevolgen dat heeft. Dit zijn de banken die u dus onze plaats wil laten innemen van 45 gemeenteraadsleden om de erfpachtbepalingen te gaan bepalen. Nou, voorzitter. Het is zo, ik kom straks met een motie. En in die motie zal staan dat wij vinden dat de banken aan tafel moeten zitten. En wij vinden, zoals ik net ook zei, die criteria die de banken hebben opgesteld, die komen de huiseigenaar ten goede. Het is namelijk zo dat er op dit moment tijdens de rit spelregels veranderd kunnen worden. Stelt u zich voor een voetbalwedstrijd. In de rust wordt de buitenspelregel aangepast. En ineens zijn de regels in de tweede helft anders. Dat kan niet. Je moet, als je een huis koopt in dit land, in deze stad, ervan uit moeten kunnen gaan dat je weet waar je over 50 jaar aan toe bent. Met je nieuwe kanon en met je nieuwe voorwaarden. Meneer de voorzitter, u zei zojuist, ik wil dat wij de voorwaarden van de banken overnemen. We gaan de notulen op naslaan. Dat zei u. En dat is blijkbaar uw mening. Het is niet de onze. Wij willen als gemeenteraad democratisch voor onze eigen Amsterdammers blijven opkomen. Ik zal straks zal de burgemeester het besluitpunt voordragen, meneer Mulder. Maar ik kan nu alvast citeren uit mijn eigen werk. Er staat dat wij willen komen tot nieuwe algemene bepalingen die voldoen aan de criteria van de NVB. Dat wil zeggen dat die twee criteria die ik net noemde, dat die onderdeel zouden moeten uitmaken van de nieuwe algemene bepalingen. Dat de banken aan tafel zitten samen met de erfpachters, met de klant, ook belangrijk, daar heb ik een andere motie over, met de gemeente. Uiteindelijk zijn wij als gemeenteraad het orgaan dat besluit over het aannemen van die nieuwe algemene bepaling. Maar we vinden wel dat deze twee criteria door de banken opgesteld, die in het voordeel zijn van de huiseigenaren, daarin meegenomen moeten worden.